De interesse in vrije scholen groeit opvallend. Steeds meer mensen zijn nieuwsgierig naar de vrije schoolvisie en zoeken antwoorden op vragen over de antroposofie. Graag deel ik met je de kennis en ervaringen die ik heb opgedaan als vrije schoolleerling, vrije schooljuf en vrije schoolmoeder. Ik ben Eveline, moeder van drie jongens en blogster van Everyday Mommy Day en Waldorf Inspiration. Je vindt me via YouTube, Facebook, Instagram en mijn website everydaymommyday.com. Je luistert naar mijn podcastserie over leven met de antroposofie als inspiratiebron. Persoonlijkheidstypes. Waarschijnlijk al sinds het begin van de mensheid is de mens op zoek naar een soort indeling van mensen in categorieën. Een bepaalde stam, een religieuze oorsprong, huidskleur, afkomst, geslacht, intelligentie. Maar ook categoriseren we naar karaktertypen, bewegingstypen, lichaamstypen, voedingstypen, planetentypen. Temperament en waarschijnlijk nog veel meer. Men heeft zelfs geprobeerd, of probeert het nog, om criminelen aan de hand van bepaalde uiterlijke kenmerken te kunnen categoriseren. Het zit in onze aard om graag tot een groep te willen horen. En de neiging zit zelfs diep in ons systeem om mensen buiten te sluiten die anders zijn dan onze eigen categorie. Het staat als een paal boven water. Ook binnen de antroposofie dat we allemaal gelijkwaardig zijn. Maar het is onrealistisch en niet naar waarheid om te zeggen dat wij mensen allemaal gelijk zijn. Ieder mens is een unicaat. We behoren tot het soort mens. Anders dan bij bijvoorbeeld dieren is onze biografie niet af te lezen aan de biografie van soortgenoten of zelfs familieleden. We zijn afhankelijk van waar we op de wereld geboren worden. In welke familie we geboren worden en welke mensen wij op ons levenspad ontmoeten. En als je antroposofisch kijkt, is onze biografie zelfs afhankelijk van wie wij in onze kern zijn, welke geestelijke ontwikkeling wij al hebben doorgemaakt en wat ons voorgenomen levenspad is. Ieder van ons schrijft in het boek des levens zijn eigen unieke biografie. Het is uiterst interessant om te kijken naar de verschillen tussen mensen. Ten eerste is het boeiend om zo naar jezelf te kijken en jezelf op die manier bewuster waar te nemen. Ten tweede is het interessant om juist door het besef dat we zo verschillend zijn, met meer waardering en interesse de ander te kunnen zien en juist te leren van de schoonheid van dat wat anders is dan wie jij bent. Maar op welke manieren kunnen we dan naar onze verschillen kijken? Vanuit de persoonlijkheidsleer van de psychologie kennen we bijvoorbeeld introversie en extraversie, het meer teruggetrokken en het meer uitgesproken naar buiten gerichte karakter. Deze persoonlijkheidstypen staan aan de basis van de zogenaamde Big Five, een theorie die de persoonlijkheid van de mens opdeelt in vijf clusters van persoonlijkheidstrekken. Het zijn pogingen de constitutie of psychische grondtoon van mensen te kunnen vatten. Er zijn natuurlijk nog veel meer theorieën die graag gebruikt worden. Belangrijk is om te beseffen dat de wereld slechts zelden zwart-wit is. De beschrijving van persoonlijkheidstypes is dat vaak wel, in tegenstelling tot de mens, waarbij wellicht de grondtoon te ontdekken is in een verder zeer kleurrijk geheel. Ook op vrije scholen en in de antroposofische orthopedagogiek en de antroposofische gezondheidszorg wordt er gekeken naar de persoonlijkheid van mensen. Wie is dat kind dat voor mij staat? Wat vraagt het van mij? Wat zijn de talenten? Waar liggen de leerpunten? Hoe kan ik dit kind begeleiden zodat het zich optimaal kan ontwikkelen? Ondersteun ik wat het kind al van zichzelf meebrengt, of geef ik het kind de kans ook andere kanten in zichzelf te ontwikkelen? Om het kind beter te kunnen ondersteunen bij zijn of haar ontwikkelingsweg, Gebruikt men naast de moderne inzichten van de psychologie ook graag inzichten vanuit de lichamelijke constitutie, de temperamenten en de planetentypes. In de eerste zevenjaarsfase kijkt men vooral naar het lichamelijke type. Kleine kinderen hebben nog een relatief groot hoofd in verhouding tot het verdere lichaam. Terwijl bij een volwassene het hoofd slechts een achtste deel van het lichaam is, is dat bij het kleine kind nog een vierde deel van het lichaam. Maar niet alle kinderen zijn precies gelijk. Sommige kinderen neigen naar een smallere gestalte met een relatief klein hoofd. En sommige kinderen naar een eerder ronde gestalte met een relatief groot hoofd. Zouden die verschillen ons iets kunnen vertellen over de innerlijke belevingswereld van het kind? Daarover vertel ik graag later meer. In de tweede zevenjaarsfase van 7 tot 14 jaar kan je op een andere manier kijken naar de constitutie. De ontwikkeling van het levenslichaam is in de focus, en om die reden zijn de temperamenten interessant om te bekijken. De temperamenten vinden oorsprong in het oude Griekenland en speelden tot in het begin van de 20ste eeuw een belangrijke rol in de geneeskunde en de psychologie. De temperamentenleer vindt zijn basis in de kijk naar de vier lichaamsappen: bloed, slijm, gele en zwarte gal. Een overheersing van één van die vier sappen zou iets kunnen zeggen over het karakter van de mens. Hoewel men tegenwoordig niet meer kijkt naar de lichamelijke hoeveelheid van deze sappen, kun je de verschillende karakterkleuren wel degelijk nog in deze tijd gebruiken om meer inzicht te krijgen in het karakter van het kind. In de derde zevenjaarsfase van 14 tot 21 jaar is de ontwikkeling van het astrale lichaam in de focus. Je zou dat lichaam als je het vereenvoudigd betracht ook wel zielenlichaam kunnen noemen. De uitleg van deze lichamen vind je in mijn aflevering over het drie- en het vierledig mensbeeld. Interessant bij deze fase van 14 tot 21 jaar zijn de verschillende zielentypes die in verbinding worden gebracht met de planeten. Er bestaan verschillende vormen om de planetentype te karakteriseren. Die komen grofweg overeen. Toch beschrijf ik hier voornamelijk de zeven planetentypen zoals Rudolf Steiner die heeft geïnterpreteerd. Die zijn weer gestoeld op de in de middeleeuwen zeer veel gebruikte zeven planetentypen, die in verbinding werden gebracht met de zeven deugden en de zeven hoofdzonden, en zelfs tot in de kunst en literatuur tot uiting werden gebracht. Ook daarover later meer. In deze aflevering wil ik graag vertellen over de temperamenten. In de volgende aflevering zal ik dus verder ingaan op de lichamelijke constitutie en de planetentypen. Hierbij nu de vier temperamenten: het flegmatische type, het cholerische type, het melancholische type en het sanguinische type. We beginnen bij het flegmatische type: flegma is het Griekse woord voor slijm. De flegmaticus is het watertype, rustig, kalm en een echte levensgenieter. Deze mensen blijven in elke situatie ontspannen, hebben eindeloos veel geduld, zijn trouw, wat langzaam en hebben niet veel behoefte aan veel contacten. Ze zijn wat dromerig, hebben veel tijd nodig en zijn grote liefhebbers van eindeloos lekker eten. Als je een karikatuurschet zou maken van de Flegmaticus, dan zou je een persoon maken met een wat lijzig postuur, met harmonische proporties of wellicht iets wat rond. Deze persoon heeft een matte oogopslag of wellicht bijna verbaasde blik en staat met een ontspannen in zichzelf rustende houding in de wereld. En dan het cholerische type. Chole is het Griekse woord voor gele gal. De cholericus is het vuurtype, initiatiefrijk, actief en vol levenskracht. Deze mensen houden van de waarheid zijn snel geïrriteerd en opvliegend als iets niet loopt zoals zij zich hadden voorgesteld. Ze nemen de leiding, hebben doorzettingsvermogen zo lang tot ze compleet op zijn en zijn gefocust op de toekomst. Als je een karikatuurschets zou maken van de Cholericus, dan zou je een persoon maken met gedrongen kleine postuur, met vurige vastbesloten blik en een resolute krachtige lichaamshouding. Dan het melancholische type. Melaschole is het Griekse woord voor zwarte gal. De melancholicus is een aardetype. Nadenkend, begrijpend en heel bewust in het leven staand. Deze mensen zijn ernstig, intellectueel, soms wat zwaarmoedig of zorgelijk. Ze houden van een goed overzicht. Dragen gevoelens en gebeurtenissen diep met zich mee. Verinnerlijken met grote fantasie en hebben een sterk geheugen. Als je een karikatuurschet zou maken van de melancholicus dan zou je een lang persoon maken met een wat hangende lichaamshouding en een betekenisvolle blik in de ogen. De houding is wat naar binnen gekeerd en oogt wat in gedachten verzonken. Het Sanguinische type Sanguis is het Griekse woord voor bloed. De Sanguinicus is het luchttype, opgewekt, vrolijk en vol interesse in het leven staand. Deze mensen houden van veel mensen om zich heen, afwisseling en zijn snel afgeleid en soms wat oppervlakkig. Ze zijn als vlinders, levendig, sociaal, de vliegende kiet met altijd een beetje tijd tekort. Als je een karikatuurschet zou maken van de sanguinicus, dan zou je een slanke persoon maken met een stralende blik en een bijna dansende levenshouding, beweeglijk en kleurrijk. Tot zover de temperamenten. Zoals gezegd, is de mens altijd een rijk kleurenpakket en nooit in een bepaald hokje te stoppen, laat staan, goed of fout. Het zo kijken naar mensen geeft inspiratie om bewuster te worden van wie jij bent en te leren van andere mensen die andere kwaliteiten met zich meebrengen. Volgende week dus verder met dit onderwerp. Wil je meer inspiratie? Houd dan dit kanaal in de gaten, of meld je aan als abonnee en mis geen aflevering van mijn Waldorf Inspiration Podcast. Je doet me een groot plezier feedback te geven over deze mini-lezinkjes van dit seizoen. En ik verheug me heel erg op de gespreksopname, waarmee ik binnenkort start voor het tweede seizoen. Tot volgende keer!